Mijn naam is Adrie Bossers. Ik ben 52 jaar. Ik heb een akkerbouwbedrijf in West-Brabant, lange weg om precies te zijn. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief. Ik ben voorzitter van de vakgroep akkerbouw van ZLTO. Ik maak ook deel uit van het bestuur van ZLTO. En als zodanig ben ik ook lid van het LTO vakgroep akkerbouw. Binnen de LTO vakgroep akkerbouw heb ik twee aandachtsvelden. Twee specifieke aandachtsvelden. Ik ben voorzitter van de werkgroep consumptie aardappelen en uien. En ik ben voorzitter van de werkgroep landbouw zaaizaden. Ja, er is een tijd geweest dat je als akkerbouwer je vak goed verstond. Je was in vaktechnische zin was je goed in staat om gezonde gewassen te telen van een goede opbrengst. Dan was je per definitie als ondernemer geslaagd. Dat is veranderd. Je moet tegenwoordig als akkerbouwer moet je meer zijn als alleen plantenteler. Je moet met name ondernemer zijn. Naast het telen van gewassen is met name ook het vermarkten van deze gewassen is erg belangrijk geworden. En dat is ingewikkelder geworden in de laatste decennia. Er is een periode geweest waarin er van een aantal marktordeningsgewassen in elk geval, waarin we een stevige regulering hadden vanuit Brussel. Nou, die stevige regulering is in de loop der jaren afgebroken. Dus we hebben eigenlijk met nagenoeg vrije markten te maken. Ja, hoe ga je daar nu als akkerbouwer mee om? We hebben daar verschillende modellen voor. Je kan kiezen voor contractteelt, je kan kiezen voor participatie, je kan kiezen voor vrije teelt. En daar heb je als akkerbouwer heb je daar dus de keuze uit. Ik wil even inzoomen op die vrije marktteelt. Als je producten voor de vrije markt wil afzetten en je dus gaat begeven op de daghandel, ja, dan moet je jezelf ook wel in die markt verdiepen. Je moet weten wat je positie is. Wat is vraag, wat is aanbod en hoe beweegt die markt zich in een bepaalde periode. En dat is als akkerbouwer is dat nog niet zo eenvoudig. Want jij staat als eenling daar op je bedrijf. Je hebt wel je contacten. Maar degene waarmee je zaken doet, die zit er op een hele andere manier in. Die zit dagelijks in die handel. Nou, wij vinden daar dat je daar als LTO die akkerbouwer in kunt bijstaan. En daarvoor hebben we een aantal instrumenten in gang gezet. Ja, en daar zijn van oudsher verschillende initiatieven. Het productschap is daar heel actief in. Het productschap akkerbouw die heeft de beurzen, die financiert de beurzen. Die zorgt ook voor de transactielijst op grond van waarvan de beurzen ook noteren. Beurs Emmeloord, beurs Goes noem ik nou even en beurs Middenmeer. Daarnaast leveren ze ook de nieuwsbrieven, Baai en Bui voor de uien. Daarnaast alle initiatieven die het productschap neemt, zijn er ook particuliere initiatieven. VTA kan ik hierin noemen, een initiatief van ongeveer 1000 boeren die gezamenlijk transacties bijeenbrengen en daarmee dus een transactielijst maken. Maar ook een partij als DCA, die levert hele waardevolle marktinformatie op. Iets wat ik apart wil noemen, omdat LTO daar nogal nadrukkelijk bij betrokken is AgriPrins. AgriPrins is een idee wat ongeveer 3 jaar geleden is ontstaan en waarbij de NAV samen met LTO daar eigenlijk min of meer de grondlegger van geworden is onder de vlag van het productschap. Waarom AgriPrins is een vraag die mij de afgelopen jaren vaak gesteld is. De beurzen, dat is en blijft een heel belangrijk eikpunt. Al was het alleen maar vanwege het feit dat er wekelijks een cash settlement prijs vastgesteld moet worden namens Nederland. En daarin hebben en zullen de beurzen in de toekomst ook altijd een hele belangrijke rol blijven spelen. Maar beurzen die hebben ook een aantal tekortkomingen. De verscheidenheid van rassen, de aflandnotering, het feit dat we spreken over een periode van meer dan een week. Ja, dat is een belangrijke tekortkoming van het fenomeen beurs. En zo is het initiatief geboren om AgriPrins op te zetten. AgriPrins, samen met de 4 grootste frietindustrieën, zijn de McCain, Lempesten Meijer, Farmfriet en Avico. Deze 4 partijen hebben zich contractueel gebonden om alle transacties die zij op boerderijniveau doen, om al die transacties te melden op een transactielijst
En zodra als dat zo'n transactie gemeld is op die transactielijst, dan krijgt de betrokken boer, de betrokken teler, die krijgt een sms'je. En krijgt die 96 uur de tijd om die transactie te controleren op juistheid. En wanneer dat hij ergens niet mee eens is of hij wil niet dat zijn transactie gemeld wordt, dan heeft hij dus 96 uur de tijd om die transactie te weren. Tot die tijd staat er een rood vinkje voor en kan je dus als waarnemer van die website zien van wat de status is van zo'n transactie. AgriPrins heeft een hele lange voorgeschiedenis gehad. Er was best wel wat discussie rondom AgriPrins. Er waren boeren die vonden dit een prima initiatief en er waren boeren die vonden het eigenlijk maar niks. Daarom hebben LTO en NAV besloten om een proefjaar te gaan draaien. Dat proefjaar dat heeft gedraaid van februari 2012 tot februari 2013. En aan het eind van dat jaar is er een rapport verschenen. Nou, dat hele rapport ga ik hier niet behandelen. Maar het voornaamste cijfer in dat rapport is dat 2/3 deel van die 250 akkerbouwers die zei, nou, AgriPrins is wat mij betreft, voor mijn bedrijfssituatie, is van meerwaarde ten opzichte van alle bestaande initiatieven. Nou, dat was voor ons een heel belangrijk getal. En nu staan we voor de situatie, AgriPrins is vandaag online. Iedereen kan AgriPrins raadplegen op www.agriprins.nl. En kan hij dus zien welke transacties er geweest zijn tussen boer en een van die vier frietindustrieën. Maar AgriPrins wordt op dit moment gefinancierd door het productschap. En zoals u weet houdt het productschap 1 januari 2014 op te bestaan. Nou, nu staan we dus voor de vraag van wat zal de toekomst van AgriPrins zijn. Wat LTO betreft en wat de NAV betreft, maakt dit onderdeel uit van een integrale discussie. Wat gaan we met markttransparantie doen? Zoals u weet hebben we een producentenorganisatie in oprichting en hebben we een brancheorganisatie in oprichting. Wij zijn van mening dat markttransparantie een van de kerntaken is van zowel die producentenorganisatie als van die brancheorganisatie. En zal AgriPrins samen met beurzen en samen met BAI en BAI dus onderdeel maken van die integrale afweging.